Dat mag. Ja, we horen je al. Hallo allemaal, dit moet ontzettend raar zijn voor jullie om te zien. Welkom bij Tim en Gijs Vertellen. Dat is het heel raar voor jullie. Snijboon is op vakantie. Niet zomaar op vakantie, Snijboon is volgens mij 3 weken weg. Dat betekent dat de samenstelling anders gaat zijn voor jullie. Ja. Dit keer ben jij het. Volgende week is denk ik Pepijn en misschien daarna... Louis van Gaal. Ik ben benieuwd wat dat doet met de cijfers. Denk je dat ze serieus iets leren van deze filmpjes? Wat zou je leren? Liplezen. Ja. Goed dat je het zegt. Denk ondertussen na. Ja, ik heb namelijk een ongelooflijk woord. Oké. Heel goed. Twee weken geleden... Moet ik kijken ook? Raden? Jij mag ook raden, ja. Okay. Want 2 weken geleden had ik het gedaan, dat was lamp. Ja. Vorige week zijn we het vergeten. En nu, en nu niet. Heerlijk voor me. Wel hoog, hoger niveau dan een lamp. Ja. Want zo... Palm? Nee. Jij weet deze. Oh, het is nu? Ja, ja. Oh, okay. Jij weet deze. Nice, hè? En de podcastluisteraar weet hem ook. Gijs, ja. We zijn richting het einde van de transferperiode aan het bewegen. We hebben 2 weken geleden hebben wij de transfers van Ajax onder de loep genomen. Mm-hmm. We hebben vorige week de transfers van PSV onder de loep genomen. Wij gaan nu samen die helikopter uit de lucht schieten en kijken wat daaruit komt. Ja? Fijn hoor. We gaan nou die helikopter uit de lucht schieten. Zo'n bezoek af van de helikopters uit de lucht. Ja. Als jij zo meedoet, dan komt de bumper wordt ingestart. We zitten trouwens in 2027, omdat we normaal gesproken Snijboons laptop gebruiken. En ik echt... Oh, Jurien zit bij Barcelona. En Quinten Gijs zit bij FC Groningen. En hij is 25, dus er gaat iets mis. Kijk eens even. Welk jaar zitten we? 2027, zei hij. Dus kijk maar even. 5 jaar van nu, ja. Gratis naar Feyenoord. Ja, nee, dat telt niet. Maar gewoon 4 jaar Feyenoord. Ja, maar ja, ik denk dat... dan AZ en dan Groningen. Maar hier moeten blessures in het spel zijn, want anders is het gewoon en echt... En ernstig ook, hè? Ja, anders is het echt verschrikkelijk nieuws. Dus ik hoop dat er echt ernstige blessures in het spel zijn. Even kijken. Ja, we schaden de kniebanden als het ergst is. Ja, dat blijft misschien hangen. Ja. Volgende. Ja. Igor Paisao. Paisao. Igor P. Juist. Bij Gramio. Gramio. Oh, hij is weer teruggekomen. Hij is tussen de 5 en 16 miljoen waard. Mm-hmm. Het is een rechtsbeen. Ja, het is wel een rappe dribbelaar, ja, Gijs. Ja. Dus als ik heel eerlijk ben, is hij wel van het niveau Sinistera gaat hij worden. Als ik dit zo zie. Maar verre inworpen. 2, hè? Dus. Achteruit. Altijd opnieuw. Even kijken. Ja, Gijs. Nou. Ja, jullie zeiden toch altijd vorige week? Mr. Gremio. Ja, Mr. Gremio, maar 5 miljoen halen en 1,3 terug naar Brazilië. Is dit wel is echt wel staart tussen de benen, hoor. Zoom met 46 wedstrijden, 22 goals. Ja, en maar is... 6,9, dus hij heeft echt een balletje afstand. Ja. Javairo. Noem eens even een club, wat denk je? Ik denk Twente. Ik denk Bochum. Serieus leuk. Galatasaray. Prima speler. Ja, leuk. Eén interland. Leuk. Heeft hij al? Ja, die heeft hij. Tussen de 8,8 en 27 miljoen waard. Ruim geschat. Ja, maar dit is een goede speler, Gijs. Is hij verkocht of is hij... Een hele interessante. Hij kwam er bij Feyenoord in eerste instantie net niet helemaal lekker in. Waarschijnlijk door Pajam of zo. Ja. Verhuurd aan Bundesliga 2 Braunschweig. Ja, prima. Toen een goed seizoen bij Feyenoord. Ja. Daarna ging hij naar Düsseldorf. Ja. Werd hij verhuurd, Kopenhagen verhuurd. En toen gratis naar Gala. Mm. Tim, het gaat niet goed, man. Nee, het gaat niet goed. Shit. Geef mij geld, kom op. Santiago Jiménez. Die spits van Slavia Praag. Dat hij is wel goed. Een leuke spits. Ja, serieus. Dit is een beetje qua profiel Jurgensen. Die was ook allround. Mm-hmm. Niet supersnel, niet supersterk. Maar van alles een beetje. Mm-hmm. 3 interlands voor Mexico, maar Gijs, ja. Ja, hij is wel weinig waard, hoor. Ja. Dit is ook niet top. Hoe kan dat, hé? Okay. Sebastian Szymanski. Ja, daar hebben wij natuurlijk ook een hoge pet van. Hij is gehuurd. Hoe schrijf ik dat? S-Z-Y. Ja. M-A-N. Maar ze hebben geloof ik optie tot koop. En hij speelt in de... Ja, hij is heel goed. Hij is wel echt heel goed, Gijs. Shit, hé. 71 interlands voor Polen. 17 doelpunten. Is nu 27 en is waard tussen de 39 en 117 miljoen. Moet je nagaan als hij over 5 jaar 117 miljoen waard is bij Feyenoord. Ja, dan... Hij verdient 3,5 miljoen. Dan Feyenoord City. Oké, okay. Komt-ie. Kijken. Ja, dus ze moeten... Oké, okay. Dus de eerste les die we kunnen trekken... We zijn nog niet bij de conclusies, dus ik zeg het nog niet. Okay. Nee, ik zeg het nog niet. Okay. Maar kijk maar. Ja, Dynamo Moskou. Winst. Uitstekende verhuur toen voor 10 miljoen naar Engeland verhuisd. En daar gewoon elke wedstrijd spelen. Dat is ook heel belangrijk. Ja, fit.
En goals en assist. Heel is een goed. Goede speler. Echt goed. Heel leuk. Oké. Okay. Mats Wiever. Wiever. Ja, ik denk Katwijk. Ja, ik dacht RKC. Dit ken ik niet. Waar is dat? Hij is toch... Tsjechische tweede divisie. Hij... RKC! Netjes. 6 assists in de KKD. Ja. Toen Jablonec. Serieus goed seizoen in de hoogste Tsjechische league. En toen Benne tweede divisie. Ja. Man nog meer. Sorry. Pereira, Danilo. Danilo Pereira. Transfer overkomen van Ajax. Ja, ze moeten op een gegeven moment wel winst gaan maken op dingen. Dus... Dit is hem niet. Of hij is tegen de middenveld. Nee, hij is spits van NAC. Gijs, ik word hier langzaam misselijk van. Nee, ze hadden ooit een jaar, dat, volgens mij toen ze kampioen werden Feyenoord. Toen kochten ze ook alle beste spelers van subtoppers. Larsson en Amrabat en weet je, al die subtop-topspelers. Ja, ja, ja. En die mislukten eigenlijk allemaal op Sint-Justen na uiteindelijk. Ja. Ik heb er niks zo vaak hiervan. Of is dat de conclusie al? Nou, nee. Maar ze halen natuurlijk nu wel... spelers uit het buitenland heel veel. Niet per se subtopspelers. Danilo hebben ze transfer. Okay, daar zit weinig risico aan. Die gaat nog... Go Ahead Eagles gaat er nog aan beuren. Ja. Want die koopt hem voor 6 ton en verkoopt hem voor 1,5. Dat is leuk. Ja, nee, het is niet top, Gijs. Nee. Dit is niet... Nee. Mohamed Tabouni. Ja, nou, dat zou ook een goudmijn worden. Ik denk Real Madrid. Wat denk jij? Ik denk... Sparta Rotterdam. Oh, jammer. Nou... Ja, prima, maar... Ja, de Eredivisie, toch? Kijk nou. Oh, KKD ook. Die is ook klaar. Klaar, door. Ik wil snel door. Idrissi. Gehuurd. Ja, maar ja. Ik denk Brighton. Nou, dit is wel heel leuk. Echt een goede speler, ja. Ja, 27 in het land van Marokko. Speelt bij Nottingham Forest. Ik vermoed... hij heeft in de Premier League gespeeld. Daar is hij een leuke invaller. Sassuolo, heeft hij veel gespeeld in de serie? Mooi hoor, ja, mooie transfer. Okay. Dat is een goeie. Oké, Jacob Rasmussen. Jezus, hebben zij veel spelers gehaald. Ja. Misschien volgende week de rest? Nee hoor. Jacob Rasmussen, Dynamo Kiev. Oké, dit is de eerste meevaller, denk ik echt. Want Szymanski, hoge pet van op. Ja. Jacob Rasmussen, Dynamo Kiev. Tussen de 7 miljoen en 21 miljoen. Ja, dit wordt... Ja. Dat is interessant. Ja, want hij staat... Ja. Nee, hij is voor 7 miljoen. Hij wordt zelfs nog steeds verhuurd door Fiorentina. Ja, 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 ja. Dan gaat hij nog naar Kopenhagen. En vanaf daar gaat hij gratis naar Kiev. Ja, en dan wordt hij Mr. Kiev. Volgende. Dan zijn we er bijna. Dat is Timon Welleroyter, die is de Barcelona. Ja, en we hebben nog die andere spelers, hè? Andere spelers? Ja, nou. We hebben nog die Argentijn en die... Oh ja. Nou, dit is echt een prima keeper, toch? Ja, die is wel echt goed. Anderlecht komt... nog steeds. Ja. Niet te koop. Hij is het eerste doel, man. Hij verdient 1 miljoen bij Anderlecht. Nou, prima. Ja. Zeker. Goeie keeper wel. Goeie keeper. Dan hebben we nog 2 spelers die waarschijnlijk als dit online komt gecontracteerd zijn. Ja. David Hanko. Oh ja, leuk. David Hanko. Hoge pet. Ook wel. Cagliari. Nou, dit is wel een leuk hoor, Gijs. Want die heeft 55 interlands van Slowakije. Hij is sterspeler. Hij is sterspeler bij Cagliari. Tussen de 16 en 48 miljoen waard. Even leuke statistieken. Ja, en wat ik vooral heel leuk vind, dat zullen de mensen van FIFA kunnen beamen. Als je een snelle centrale verdediger hebt. En je ziet hier versnelling 15 is echt leuk. Snelheid 12 is oké. Okay. En behendig maar voor 1,88. Hij is allround hoor. Hij is allround. Laten we eens even kijken. Kijk Gijs. Nee, maar hier hebben ze dus voor het eerst echt miljoenen aan verdiend. Ja. David Hanko is de perfecte opvolger van Senesi. Nog beter. Ja. Heel goed. En dan hebben houdt zich leuk staan in de Premier League. Ja, ik vind het goed. Ah, ik ben een beetje vrolijk. Heel goed. Hoe heet die? Boulaude. A-U-D-E. Zeker. Ja. Die speelt bij Jong Ajax. Om het even af te toppen. Maar die vind ik dus... heeft dus wel echt potentie, Gijs, die Argentijn. Maar laten wat we eens is even dat kijken. Dan wat gebeurt hier dan helemaal? Godverdomme Helmenvoort. Dat heeft dit seizoen daar gedraaid. Mr. KKD, hoor. Hij breekt alle records bij Helmenvoort. Wauw. Ja. What the fuck? Arne Slot. Even kort. Oh ja, en ik wil ook zijn statistieken Wat gaan denk zien. Je? Ik denk, ja, het zit allemaal in de negatieve, de net Twente. Nee, ik dacht kort. Hij is dus trainer van Juventus, Gijs. Discipline. Hij verdient 7 miljoen. Discipline 20 en people management 17. Conditie, dus hij doet dan zo. Als jij morgen niet op tijd komt, brand ik je hele huis af. En ik neuk iedereen in je familie. En spelers dan, want die zo goed is. Nee, dat mag al. Steek hier. Geef een aansteker. Hier.
Ik ben nooit zo goed in conclusies en ik vind dat jullie altijd knap doen. Dus ik ga gewoon die lijst langs. Ja? En ik laat jou bepalen of het tegenviel. Verschrikkelijk tegenviel. Nee, ik wil twee opties. Ik ben binair. Twee? Oké, okay, dus kont of kut. Top. Of? Iets anders. Rot op. Ja, juist. Leuk, leuk, leuk. Of kabouter plop. Laten ja, we dat ja, doen. Is goed. Top of kabouter plop. Ja, top of kabouter plop. Is echt geweldig. Quinten Tim. Kabouter plop. Igor Panchal. Kabouter plop. De Five Hotel Rosen. Top. Ja? Ja. Maar geen geld verdiend, hè? Nee, maar dat... Santiago Jiménez. Was wel een goede speler. Top. Ja? Szymanski. Top. Wiefer. Kabouter plop. Tweede divisie. Dat was close. Danilo Pereira. Kabouter plop. Mohamed Tebboune. Kabouter plop. Idrissi. Top. Rasmussen. Top. Ja, zeker. Zeker. Bellenreuther. Top. Hanko. Top. Zeker. En die... en de spelmaker van Helmond Sport. Kabouter plop. Ik weet nog steeds hoe je het uitspreekt. Ja. Bulewade. Ja, goed. En onderaan de streep? Valt tegen, toch? Of leg je nou, woorden in de mond? Nou, nee. Uiteindelijk zou ik mijn conclusie vertellen. Vind ik het uiteindelijk top. Waarom? Hm? Er hoeven maar drie spelers tussen te zitten die echt geld opbrengen voor Feyenoord. Dan gaan ze weer een stap kunnen maken. Snap je? Ja. Want we rekenen nu buiten de eigen jeugd, hè, die ook weer doorkomt. Ja, ja. Dus Kukcu en zo kunnen ze natuurlijk ook nog verkopen. Mm. Stel die Hanko verkopen ze voor 20. Ze leggen Szymanski vast. Dat is even het advies. Leg die man zo snel mogelijk vast. Die verkopen ze daarna voor 20. Ja. En dan ben je er eigenlijk al. Ja. Want dan heb je alle kosten eruit, hè? Arne Slot, Gijs, ik vraag hem aan jou. Oh, jezus. De allerbeste transfer. Vastleggen voor het leven. Dat was een... ik hoop dat het een bemoedigende aflevering was voor Feyenoorders. Ja. Gijs vraagt het niet. Ik wel. Abonneer alsjeblieft. Dat, ja. Dat doet mijn ego heel goed. Unsubscribe. Ik wil dat jullie unsubscriben. Ik word serieus gelukkig van. Unsubscribe. Sla die bel niet aan. Het is allemaal kut. Zullen we iets afspreken? Meer dan 5k, dan ben je volgende week weer. Jezus, ja, is goed. Ja, ja oké. Okay. Tekeningen. Allemaal abonneren. Minder nooit meer, hè? Nee. Ik wens je een prettige avond. Ja, je hebt twee kansen gehad om te abonneren op ons kanaal. Hoe zit het nou? Ga je dat doen of hoe zit het? Ja. Ja, wat ja? Je hebt toch genoeg kansen gehad? Nou ja, zeker de eerste kans. Abonneer!